binnen gaan halen. Ja, ik denk hier dat met een eerste plek hier op deze westelijke, dat daarmee een hele hoop beslecht wordt. Ik denk wel dat Dudok blijft er dichtbij. Dus ik denk dat die tweede plek uiteraard voor Dudok is. Uiteindelijk in het klassementstand blijven die twee nog opvallend dicht bij elkaar. Dus ik durf er niet al te veel over te zeggen. Maar Argo gaat in ieder geval hier op de westelijke als eerste de finish over. En dan gaat het ook zeker nog om die derde plek waar wij Teta zien. Maar toch ook de Euros Focus combinatie met achtergestuurde vier. De heren, de volledige Focus 4, die ligt echt nog wel een stukje verder. Maar als ik zo op de finish kijk, is het inderdaad de Euros Focus combinatie die derde wordt. En dan heb je Teta en nog de laatste paar halen voor de Focus boot. En dan zullen zij vijfde worden in dit veld. Ja, het lijkt erop dat die Focus Euros combinatie, die is toch wel sneller dan de Focus combinatie. Die lijkt hier toch wat op het veld te liggen. Ja, dat is toch altijd een beetje pijnlijk, maar wij kennen de geschiedenis daar niet van. Dus we gaan daar verder geen uitspraken over doen.